Mijn belangrijkste motivatie als lokaal bestuurder is om iets te willen betekenen voor de mensen in mijn gemeente. Als burgemeester kan ik dat ook, mag ik dat ook. Dat is een hele mooie rol die ik heb en dat wil ik echt doen. Nou, een goed voorbeeld uit de gemeentelijke praktijk. We hebben bouwgrond gekocht, daar wordt niet op gebouwd. Dat heeft met de crisis te maken. En we willen daar toch iets mee gaan doen. Dus we zijn de gemeente ingegaan, voorbeelden, mensen gevraagd, ondernemers gevraagd van wat zouden we daar nou mee kunnen. Daar zijn ideeën uitgekomen. Er is bijvoorbeeld een idee van voordelige huisvesting voor mensen in combinatie, maar dat dan ook gelijk energie-neutraal maken, dus in combinatie met een zonneweide. Het idee van een energiecorporatie wordt op dit moment uitgewerkt, maar bijvoorbeeld ook een boer, want het gaat op dit moment over 40 hectare bouwgrond. Een boer die zegt van ik wil hier wel beginnen met een vleescorporatie, dus mensen kunnen meedoen, mee financieren en krijgen dus aan het eind van de rit gewoon een vleespakket, wat lokaal gevoed is, wat lokaal grootgebracht is, wat mensen hebben kunnen zien. Dus de voedselketen wordt daarmee verkort. Dus echt een aantal van dat soort ideeën die daar bij elkaar gebracht worden. Nou, een van de dingen waar ik aan bij wil dragen is de circulaire economie. Dat betekent het hergebruik van dingen. Ik merk zelf in mijn gemeente in Groningen, waar wij dus te maken hebben met aardbevingen als gevolg van gaswinning, dat het noodzakelijk is dat we naar duurzame, hernieuwbare energie gaan en loskomen van fossiele brandstof. Niet alleen vanwege de CO2, maar ook van bijvoorbeeld gevolgen als aardbevingen waar ik in mijn eigen gemeente dagelijks mee te maken heb.